Hele goede middag, welkom bij Mr. Drive Drives. En vandaag een one time only experiment. Ja, echt one time only. Want we gaan vandaag lijn 23 rijden. Jullie waarschijnlijk ook wel bekend, maar dan met deze lange jongen. Lijn 23 is een bochtig lijntje, dus dan kunnen we eens goed kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Mochten jullie hoopvol zijn dat deze bus zijn intrede gaat doen op Vlietburg, nou dat kun je wel vergeten. Gaan we niet doen. Wat gaan we nog meer doen? Laat ik heel even. Okay. Zo, dat hebben we ook weer. Ik zit er ver van mijn stuur ook vandaan, maar we gaan maar eens rijden, denk ik. We gaan een D'tje drukken. Jo. Nou, het is mijn eerste keer met zo'n lang ding, dus je kan rare dingen verwachten. We zijn al te laat. Maar daar gaan we ons even niks aan aantrekken. Hallo. Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Nou, we zullen wel veel later komen, want ik heb geen idee hoe dit zich gaat gedragen op dit gezellige, bochtige traject. Even kijken, moet ik hem nu nog ook even activeren. Ja, deze lijn is natuurlijk eigenlijk helemaal niet gebouwd op dit soort lange voertuigen. Vlietburglijnen zijn eigenlijk gemaakt voor normale bussen. Nou, geleden bussen kunnen net, maar dit wat is die 22 meter of zo? 25 meter. Is eigenlijk iets te veel, maar we gaan het zien hoe het gaat uitpakken. Oeps, oké. Hoe gaat het daar zo? Ja. Heb een stoepje erbij. Ja, ik heb expres lijn 23 uitgekozen omdat daar gewoon een aantal hele leuke dingen in zitten. Hallo. Hallo. Ik wil graag een retourtje. Dankjewel. Alsjeblieft. Hallo. Hallo, brave borst. Dag, aardige meneer. Hier is dat niet helemaal lekker. Ja, wat gaan we nou doen?
zie je precies hoe ik deze lijn uitgekozen heb. Als er wel een mooie proef is, dan is dit wel. Nou, de frame rate doet het nog best aardig. Maar goed, we zitten ook nu in de buitengebieden van Vlietburg. Dus heel erg vol is het hier nog niet. Ik rijd hem op trouwens nu niet in full map modus, maar gewoon in partial load. Hallo. Toch weer de bocht iets kort genomen. Gelukkig is optie geen spel. En dan zou ik heel wat punten hebben verloren. Guten Tag. Hallo. Hallo. Jongen, ja, dan begrijp ik toch waarom ze trams hebben uitgevonden. Arabisch land.
dag, chauffeur. Dag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Oh. Dat gaat wel goed. U bent te laat gekomen. Zo krijgt de gewoonte aan het worden, is het niet? Ik ga nog veel later komen, echt waar. Mooie die heerskeur. Thank you.
bent altijd te laat. Dank u wel. Heeft u voor mij een retourtje? Dank u wel. Kom mij even een stuurtje. Kom je. Ga je even te wachten. Even kijken hoe ver we nou. Ja, I know. Nou, hij past al redelijk binnen de halte. Nou, dan moet ik het toch. Hello. Cootie Challenge. No, negotiating this turn will be fine. Alright, it's doable. This one will also be fun. It's already difficult with the normal bus, so let's take a look how this will go. Oops, horrible. Oops. Oh, well, no, not dead for the first time. Behind schedule. There's no way I can correct it.
stay there, please. I'm gonna pick you up. No way to walk away. No reason to walk away. Hi there. I lowered the seat of this bus. I think it's a little bit too low. It's not good for my muscles. And again, we have a very nice turn to make. I take two lanes for that. Yes. Okay. It wasn't the best turn I ever made. But it's an experience, so errors may occur. Hello there. Hey there. That's quite an adventure to drive this thing. Dog. Again, a very nice turn to make.
waarom gaan die niet meedoen? Ik ben de voorste eigenlijk. Het achterste gedeelte rijdt wel mee, maar kan niet gebruikt worden. So be it. Ondanks een prachtig vreemdheid zijn gedropt. Ja, dan gaan we weer iets omhoog. Hopelijk trekt het bij. Anders moeten we gaan stoppen met deze video. En hem opnieuw starten. Nou, kan dat wel. Nee, dit gaat voor geen meter. Ik zie het al. Het gebeurt heel vaak in dit gebied. En daar zijn we weer. Nu weer met goede frame rates. Ik had even een kleine instorting van het geheel. Ik heb eigenlijk heel zelden, en zeker niet om die twee, de opslaan en een opgeslagen spel weer of opgeslagen partij, of is het rit, opgeslagen rit om dat weer op te starten. Ik weet, de optie 1 vond ik het eigenlijk nooit goed gaan, want de performance was altijd slechter. Als je kijkt hoe het in optie 2 in zijn werk gaat. Dit is eigenlijk deel 2, maar goed, op de video zal het gewoon onderdeel zijn van het gehele verhaal. Het drama in 13 delen. U bent altijd te laat. Ja. Door jou weer te laat gekomen. Het is altijd de grond aan het worden. Ja, ik denk het wel. Als ik elke keer met deze bus moet rijden, wordt het zeker een gewoon. Het gaat ook absoluut niet goed. Daar kan je beter over zwijgen. Ja, de bus heeft een goede forse perk. Dat is iets wat het trouwens wel, dan moet ik eerlijk zeggen, in veel freer bussen ontbreekt. Goede force feedback. Ah, gelukkig heb ik geen benedenburen, anders zou dat een probleem zijn. Zeker s'nachts. Ik wil ook graag s'nachts zijn. Hallo. U bent altijd te laat. Ja. U bent weer te laat. Altijd hetzelfde. Kijk, echt een mooie bus. Die heet gewoon Man en geen Mercedes. Oké. Benieuwd hoe dit bochtje gaat. Zie je, kijk, dat is leuk, hè? Gaan we eens even kijken. Hij snijdt hem toch af. Dat zou je niet moeten doen. Maar hier trekt hij hem duidelijk korter. En, dat klopt ook niet. Is dan niet helemaal een correcte bingo, zo te zien, die deze bi-articulated bus. Dat ding buigt gewoon niet mee. Kortom, Darius heeft iets meegestuurd wat niet helemaal kosher is, laat ik het zo maar zeggen. Nou, dan was dit mijn enige bi-articulated busrit die ik wilde maken, dus ik ga me er niet aan storen, maar ik weet niet, als je iets levert, moet je het wel goed doen. Zelfs al is het daar iets voor wie ik toch een grote bewondering heb binnen het optie gebeuren. Nou, we zijn weer dramatistisch gezakt. Oh, we gaan zo dansen. Denk ik. Ik weet niet, tot nu toe vind ik, het rijden is wel grappig met zo'n bus, maar
qua performance is het toch in drukke gebieden zoals hier is het moeizaam. U kan ik mijn afspraak niet meer nakomen. Als hallo. Je bent weer te laat. Hallo. Altijd hallo. Hetzelfde. Hallo. Hallo. Heeft u een hallo? Hallo. Heeft u een kaartje voor mij? Hoeveel wil je er hebben? Wakker. Hey kerel, ben je met de belazer of zo? Jezus man, je hebt niet eens genoeg geld gekregen. Dank u wel. Wat een zeggert. Nog een toertje. Oké, Walter is kids. Als je maar ruime bochten hebt, gaat het wel. En dan moet ik iets doen waar ik me heel erg voor schaam, maar ik weet eigenlijk nooit welk baron ik moet hebben. Ik weet, ja. We gaan er nu achter komen. Een keer proberen te onthouden. Oh ja, de tweede. Die gaat dan waarschijnlijk over de stoep pakken. Kijk. Hallo. Eén keer op tijd komen. Beter late than never. Hi. Oh ja, kijk maar. Mijn achterganger zit er al achter. Nou ja, moet kunnen toch. Komt er
Zo, hier zo'n leuke draai. Je moet er maar eens een draai aan geven. Europa Park. Goed zo. Nee, ik adviseer het echt om eens te doen hoor. Als je denkt van nou, ik wil wel eens goed uitproberen deze bus. Neem Vlietburg, lijn 23. Je komt alle onmogelijkheden tegen van de bi-articulated bus. Of de dubbelgeleden bus in het Nederlands. Eens even kijken, wat doet hij? En die auto. Ja, sorry hoor. Kijk. Hij ziet hem wel, maar niet helemaal correct. Het zij zo, we sleuren hem wel eentje mee. Nee, we gaan er zijn gewoon doorheen hier. No problem. Dit wordt ook weer leuk. Ik moet gewoon even wachten tot die weg zijn. Een beetje een ruime bocht maken. Nou, dat kan dus wel. Sorry dames en heren, dit was even een testje. Even de frame rates gezakt. Ik weet niet hoe dat is. Ruim 10 minuten te laat. Ergens in ver Afghanistan. Timbuktu of zo. Moest ik met een dubbelgeleden bus twee keer om een palmboom heen rijden terwijl ik mijn rijbewijs. Dat was nog best moeilijker om al die. Hoe heet die ding ook weer? Gaat mijn grapje. Kokosnoot. Al die kokosnoten heen te rijden. Kijk, nu heb ik net zo'n 40. Ik begrijp soms het verloop niet helemaal van het framerate gebeuren. Er zit daar duidelijk ergens een taal die niet helemaal doet wat hij zou moeten doen. Of te veel doet wat hij zou moeten doen. Dat kan ook nog. Er staat misschien gewoon een object wat... Notoire dwarsligger is.
keer bekijken. Misschien is er ergens een coastobject of zo. Oh, sorry, weer verkeerde knop. Hij heeft weer een klok kijken, de chauffeur. Wat is dat, een klok? We gaan wel een frame-rate-tekort komen. Daar een prachtige zwarte bus. Oké, okay. Nou geen frame-rate, maar gewoon geheugen waarschijnlijk. Sorry. Ik haal even de begrippen door elkaar. Dat is echt een geheugenprobleempje. Grafisch geheugenprobleem trouwens. Ja, het is burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, dat dacht ik al. Stoepje meegenomen. Wat gaan we nou krijgen? Sorry, maar mijn stuur zakt even weg. Door alle force feedback geweld is die losgetrild. Zo, die zit vast. Zullen we de pasjes ook maar even laten? Hey, gozer! Jee, meneer! Kom binnen. In mijn verlengde apparaat. Misschien moet ik een sticker achterop plakken. Want vrachtwagen zo vaak hebben. Dames, pas op, de mijne is 25 meter lang. Dat is humor. Sorry. Die trouwens nog wel normaal van kleur is. Kijk, maar deze weer niet. Ik kan me niet voorstellen dat er een kaart gaat komen waarbij je AI-verkeer door dit soort bearticulated voertuigen laat bereiden. Oh, hij is ook zwart geworden. Ja, etterbak. Ik wil je het net voorlaten. Ga nou maar. Kijk, zo ben je weer wit. Oh, dit is 26. Dat is helemaal niet 23. Ja, dan moet ik ze toch meenemen, jongen. Heeft u van mij een retourtje? U kan mijn retourtje niet meer nakomen. Goeiedag. Hallo.
Oh, daar is mijn achtergaard. Oké. Okay. Gaat hij vast niet voorbij. Sorry. Verkeer ik nog. Kan ik een afspraak niet meer nakomen? Nee, klopt. Als het misgaat. Is het echt uw schuld en ik zou u het aanrekenen. Vervoeg u maar bij de HTM Cubus afdeling Vlietburg. Dat is het beste wat je kunt doen. Oké, er komt weer zo'n leuke. Nou ja, dit soort wegen zijn zeer geschikt voor dit soort verlengde voertuigen. Het was vergeten om te aanschouwen, maar ook als maker van dit gebeuren klopte hier iets niet. Die kinderen hebben namelijk apart geprogrammeerde stemmen en die heb ik inderdaad niet beschikbaar voor Vlietburg. Maar dus dan moeten ze gewoon stil zijn. En dat was in dit geval niet. Dan zijn we hier van die omzienhonden. Dat er soms kruisbestuivingen optreden. Die er niet in horen te zijn, die wel voorkomen.
we zijn ook ineens gestopt. Waar is dit? Daar gaan we schuld. Zo laat. Deze bus had al lang aan de halte moeten zijn. Of heeft de vorige gewoon niet gereden? Ja, meneer, dit zijn drie bussen tegelijkertijd. Wat denkt u nou? Nou, ligt hier. Als iemand had overgestoken, dan was dit haarsje geweest. Groen, juist. Ik vertelde u net al, dit zijn drie bussen. Er zijn nog zitplaatsen achterin.
bent altijd te laat. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat is mijn hele reden om op deze wereld te zijn, te laat te komen. Zo laat. Deze bus had al lang aan de hand moeten zijn. Of heeft de vorige gewoon niet gereden? Hey. Dit is een mij niet bekend fenomeen eigenlijk. Een dood stoplicht. Het lijkt erop dat er iets mis is met de textures. We gaan het zien. Het kan goed te maken hebben met de zwarte bussen die we ook zien. Nou, dat was bijna het eind van dit experiment. Echt een one time only. Ik ben nog niet ervan overtuigd dat omzie en bi-articulated of dubbelgeleden bussen, oh sorry, de stop al erbij, een goede combinatie vormen. Ik vind ze ook, ja, in Nederland hebben ze trouwens wel, in Utrecht worden ze wel gebruikt, volgens mij in Eindhoven ook. Ik heb zelfs zoiets van, ja, voor Vlietburg in ieder geval is het mij een brug te ver, omdat dat daar gaat het niet gebeuren. Je mag ze natuurlijk altijd zelf in programmeren, dat wil ik helemaal niet tegenhouden. Maar gewoon het rare weglopen hier zo. Terwijl er aan deze kant ook pads liggen, maar dat maakt niet uit. Die gaat dicht.
dat steeds bevriezen ook. Een rare gewaarwording. De bus is leeg. Nou, ik rijd nog even naar het eindgebeuren. Weer de goede knop. Ik zit zelfs erover na te denken om terug te schakelen naar onze 2.32. Ik zie eigenlijk geen voordelen in deze bi-articulated versie met de real weather mogelijkheid. Kijk, daar ben ik. Too late. Nou, duidelijker kan niet. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En tot de volgende keer. Doei.